Een ode aan het Waddengebied. Echt een visuele liefdesbrief. Hi, mijn naam is Alexander Zwart. Ik ben filmjournalist en filmprogrammeur. En ik zit ook in de selectiecommissie van het Nederlands Filmfestival. Edel Figurantenmanager. Irmi! Hey! Welkom in mijn stal. Welkom. Fijn dat je gekomen bent. Nou, gekomen? Ik was er altijd al, hè? Jezus, ben je nou een professional of niet? Tip die ik echt genoemd wil hebben. En ook de komische serie van Nederland die het afgelopen jaar niet op tv was en niet op een streamingdienst, maar wel op internet. Dat is het achtdelige Edelfigurant. Telkens maar zo'n 10 minuten per episode met een geweldige Lou Snapper in de hoofdrol die een edelfigurant speelt, een figurant, iemand die normaal op de achtergrond zit, maar zij is daar totaal niet voor geboren, want ze claimt telkens de voorgrond. Absoluut het kijken waard en wat mij betreft een gouden kalf voor Lou Snapper. Signs of the Tides is een film die je wat mij betreft echt op groot scherm moet zien. Het is een ode aan het Waddengebied. Echt een visuele liefdesbrief. En het neemt je in die sfeer van die Wadden, neemt het je ook mee in een eb en vloed en een stortvloed van beelden. Er zit bijna geen dialoog in. Het wordt echt een soort soundscape waar je in terecht zit. Dus wat mij betreft een hele grote tip, Signs of the Tides. Jullie de spullen vast bij de auto? Ja. Volgende tip is de allerlaatste kort ooit in de reeks kortjes. En dat is de film Foster. En Foster is maar zo'n 12 à 13 minuten. En toch zou je met het verhaal een speelfilm of een miniserie kunnen vullen. En dat heeft Foster totaal niet nodig, want het heeft de kracht van het weglaten in zich. Een film die mij gebroken achterliet na die 13 minuten. En een absolute tip, Foster.